Vanuit kantoor De Twern zijn we bezig met gezonde wijkcentra. We hebben aandacht voor gezondheid van mensen en dat gaat ook over voeding. Maar dat gaat ook over rookbeleid. En sinds kort is onze rookruimte gesloten. En nu willen we graag op een positieve manier aandacht vragen voor gezondheid van mensen en de aandacht daarvan in het wijkcentrum. En wij hebben aan de Schoonste Wijk gevraagd of ze onze omgeving bij de ingang kunnen versieren met een mooie schildering. Waarin duidelijk wordt dat je een zone ingaat waar het gezond is, waar niet gerookt wordt, waar gezondheid centraal staat. En die vraag hebben we neergelegd. Vroeger hadden we een rookruimte. Die werd ook door ons gesponsord, maar dat hebben we dus ook moeten cancelen. Want ik merk zelf dat als mensen voor een ingang staan te roken, dat daar andere mensen last van hebben. En daarom ondersteunen wij van harte dit project. We gaan een rookvrije zone maken bij wijkcentrum De Poorten. Dat gaat een vloerschildering worden die aangeeft de ruimte waar je niet mag roken. En daarvoor gaat er een ontwerp gemaakt worden. Dat ga ik maken. En daarvoor zoeken we jullie input. Dus als je nou een idee hebt van hoe de schildering eruit zou kunnen komen te zien, dan hoor ik dat graag. En dan kun je gewoon al je ideeën doorsturen. En die gaan we dan proberen te verwerken in de schildering.